Prachtig doelpunt gisteren gemaakt. Misschien wel de mooiste in de eerste divisie tot nu toe dit seizoen. Maar ben je er echt blij mee als je dan met lege handen staat? Ja, voor de statistiek is het mooi natuurlijk. En volgens mij heb ik zelf in betaald voetbal ook nog nooit zo'n goal gemaakt. Dus dat is wel mooi. Je krijgt er leuke reacties op. Maar uiteindelijk stap je de bus in met 0 punten en dat is gewoon vervelend. Doekje voor het bloeden. Ja, precies. Die wedstrijd, hoe was het verlopen? Weet je, want jullie speelden natuurlijk zonder een echte spits. Ja. En maakte dat heel moeilijk voor jullie? Ja, ik stond in de spits gisteren. En het was een beetje zoekende hoe we nou echt gingen spelen. Het pakte misschien niet helemaal uit zoals we hadden gehoopt dat het zou uitpakken. En ik denk dat het wel iets lastiger maakte dan de andere wedstrijden. Ja. Het is wel een probleem gelukkig voor de relatief korte termijn, want ja, er is één zware blessure. Maar voor de rest was het een schorsing die opgevangen moest worden. Ja, precies. Aanstaande vrijdag is hij nog steeds geschorst. Dus misschien dat we hetzelfde gaan doen. Want ik denk, ja, als je de wedstrijd zelf zag, dat we op zichzelf ook niet echt in de problemen kwamen. Alleen in het veld had ik ook het gevoel van, nou ja, dit is echt zo'n 0-0 wedstrijd. We creëren zelf ook niet heel veel. Maar zij eigenlijk ook niet. En dan kom je ongelukkig op achterstand. En dan krijgen wij de kans op 1-1. En in die counter wordt het 2-0. Ja, en dan maak ik nog wel de 2-1. Maar dat deed er voor de stand eigenlijk niet echt meer toe. Het is wel erg vervelend, want jullie hadden juist de stijgende lijn te pakken. 2 keer op rij gewonnen, ook uit bij de Graafschap. Dan denk je, nu kan het toch opeens een heel leuk seizoen worden. Is dit dan toch weer een tikje? Ja, ik denk het wel. Kijk, we hadden ook onderling in de groep van een nieuwe periode start. Laten we die maar gewoon goed beginnen. En dan de goede reeks voortzetten. En als je dan uit bij MVV met 2 in verlies, ja, dat is wel even een tegenslag. Maar ik denk niet dat we daar te lang in kunnen blijven zitten. En we moeten ons richten op vrijdag. En dan gewoon de punten hier in Dordrecht houden. Maak je er wel meer van voorgesteld toch in Dordrecht? Toen ook na jou er nog wat andere goede namen bij de selectie kwamen. Dat jullie toch wat hoger zouden staan dan nu het geval is? Ja, ik denk dat we de eerste wedstrijden... De eerste 2 heb ik dan zelf niet gespeeld. Maar de andere wedstrijden die ik speelde... Dat we gewoon meer punten hadden moeten pakken. Ik denk dat iedereen vol lof over het veldspel was wat we lieten zien. Maar daar koop je niks voor. En vandaar dat we ook zo laag op de ranglijst staan, denk ik. Het enige jammer van dat doelpunt is dat tegenwoordig in de eerste divisie bijna niemand het meer ziet, hè? Ja, precies. Ja, ik moet zeggen dat het bij MVV nog best wel druk was op de tribune. Ik denk een mannetje op 4.000, 5.000, dus dat was wel leuk om voor te spelen. Maar wat je zegt, niet iedereen ziet het meer inderdaad. Hij komt nu wel online, zag ik al, dus dat is mooi.